We zijn uur voor de wedstrijd. Ja, een uur en een kwartier. Wat is nou het geheim van jouw voorbereiding? Nou, geheim wil ik niet zeggen, maar ik heb altijd eerst ongeveer 10 minuutjes dat ik even voor mezelf ga zitten en een beetje aan het mediteren eigenlijk. En dan mijn hoofd eigenlijk leegmaken. En dan een uur van tevoren begin ik eigenlijk met mijn echte warming-up. En dan, Maar wat doe je dan? Even kort. Nou, ik heb een app en die mediteer-app, zeg maar. En die, die kan je gewoon per dag aanklikken en dan praat je daar zeg maar doorheen. En zo een beetje. Ik ben er deze zomer mee begonnen en ik merk wel dat het gewoon wel kan helpen. Voor mij ook om mijn hoofd eerst goed leeg te maken voordat je aan je bewegingen zeg maar begint. Dat je dat nog beter kan, dingen kan leren, zeg maar. Dus dat is wel interessant. Ja, leuk, want vorig jaar heb je het eigenlijk als verrassing geplaatst. Dus dit gaat voor jou het extra stapje brengen naar niet alleen meedoen, maar ook wat dan meer? Ja, nou, dat zou mooi zijn. Extra stapje. Ik probeer gewoon op alle vlakken gewoon alles eruit te halen. Zodat ik mezelf niks kan verwijten straks. Dat ik alles aan heb gedaan. En dat is het enige wat je kan doen. Dat ik echt met mezelf bezig ben en alles eraan doe. En dan zien we wel wat er volgend weekend van komt. Nou, heel leuk. Heel veel succes. Ja. Ik heb je vorige week al zien schaatsen. Dat ging eigenlijk supergoed. Dus doortrekken die lijn. Succes. Dankjewel. Welke afstanden ga je allemaal rijden? Ik rij 500 meter op zaterdag en zondag 1000 meter. Heel veel succes. Komt goed. Ja.